Dit VO-congres houden we eigenlijk om van elkaar te leren. We hebben de afgelopen weken en maanden een tour gehad in de vereniging. Honderden schoolleiders en bestuurders gesproken. En eigenlijk is iedereen bezig om die leerling meer centraal te stellen. Om maatwerk te leveren, te differentiëren. Daar is ook een doorbraak op het terrein van ICT in nodig. En de functie van de schoolleider, de bestuurder, maar ook die van de docent verandert. En je wilt het gevoel van urgentie overbrengen. Dat de sector het moment kan pakken. En dit is dat moment. Wat ik heel belangrijk vind voor het onderwijs is dat we jonge mensen alle kansen geven om te kijken waar hun kwaliteiten liggen. Dat is natuurlijk iets heel belangrijks. Dat gebeurt met astronauten ook. Dus we hebben allerlei specialisatie in de ruimte. Dus vind ik voor leerlingen ook van groot belang. Om die mogelijkheid te scheppen, differentiëren. Ik ben ambassadeur van het Techniekpact. Met andere woorden, ik probeer jongeren enthousiast te maken om richting wetenschap en techniek te gaan. We hebben een grote behoefte aan in het land en mensen kunnen daar ook een hele goede carrière in krijgen. Dus ik gebruik het enthousiasme voor die ruimtevaart om te laten zien dat wetenschap en techniek leuk is. En we kunnen hier ook nog parallellen vinden met de plannen van de VO-raad. Ja, ik merk dat in onderwijs, dat juist daar een enorm verlangen zit naar nieuw denken, naar nieuw omgaan. Want je hebt heel veel creativiteit, heel veel ideeën, heel veel jonge mensen. Maar als je die elke keer in allerlei hokjes probeert te proppen die niet meer geldig zijn, dan gaat het fout. Dat maakt onderwijs heel spannend, omdat dat gaat bepalen hoe ons land er over de komende 10, 15, 20 jaar uitziet. Dus we moeten echt die creativiteit weer een waardering geven in hoe we die scholieren opleiden, maar ook in hoe die docenten ruimte krijgen om een eigen invulling te geven. Dus, en ik denk als klein land moeten we het daar toch van hebben. Creativiteit, innovatie. Daar kunnen we een onderscheid in maken. En dat moeten we dus ook meer gaan doen. Veel meer kijken naar wat heeft een leerling voor mogelijkheden, wat kan die allemaal. En het is gewoon zo zonde dat een leerling op dit moment eigenlijk alleen maar een diploma kan halen op het laagste niveau dat hij beheerst. Vooral het idee dat je nieuwsgierigheid moet prikkelen, out of the box moet denken en niet bang moet zijn om uit de band te springen. Er werken heel veel evenwichtkunstenaars in het onderwijs. Dat vond ik zo'n mooi woord van Paul Rozemuller. Dat heb ik opgeschreven, dat neem ik echt mee. We hopen dat, dat we de sfeer die we hier hangt, dat we die ook mee kunnen nemen de school in. Dat we ook ons personeel kunnen inspireren. Mijn dag is al geslaagd vandaag en we zitten pas op de helft. My message is very simple. We have arrived at the time we must shift our education paradigm. We must make personalized learning
the key message for all education, for all schools. Children should be driving education, not schools or curriculum or standards or testing. Every child is unique. Every child has weakness and strength. Education should focus on enhancing children's strength, not fix their deficit. Ja, Bas, Esma en ik, dat zijn mijn leerlingen. Wij gaan de afsluiting verzorgen. En wat we gaan doen is dat we eerst geïnterviewd worden over onze stukjes in de documentaire Onderwijzer aan de Macht. Dat was een tegenlichtdocumentaire die in februari is uitgezonden. En wij zijn hier eigenlijk om onze indrukken aan het einde van de dag te delen met de hele menigte eigenlijk. Dat het echt gaat om samenwerken, dat de mensen, de bestuurders van de scholen echt samen willen werken om het onderwijs in de loop der jaren steeds meer te verbeteren, steeds meer te vernieuwen en om het oude systeem eigenlijk een beetje proberen te veranderen.